Met Screenpel kun je je beeldscherm opnemen en tegelijkertijd wat vertellen. Dat is super handig als je bijvoorbeeld wil dat studenten met je meekijken terwijl je wat uitlegt. Ook geeft zo'n video studenten de mogelijkheid om de uitleg zo vaak terug te kijken als ze zelf willen. Ik ben Laura van MBO Mediawijs en in deze video laat ik je zien hoe Screenpel werkt. Als eerste ga je naar de website van Screenpel, dat is screenpel.com. Dan kun je hier klikken op Record for Free. En dan gaat hij naar uh, Launch Free Recorder. Nou, als je daarop klikt en je hebt het nog niet geïnstalleerd, dan gaat het programma eerst installeren. Maar aangezien ik dat al heb gedaan, um, zie je wat er gebeurt nou, als je hem hebt geïnstalleerd. In principe verschijnt dan meteen de applicatie uh, over het scherm wat je dan open had staan. Dus stel je wil iets van MBO Mediawijs laten zien. Dan zie je eigenlijk de hele website in beeld. En hier linksonder komt een menu met uh, allemaal opties. Nou, je ziet de maximale tijd van de gratis versie is 15 minuten. Um, je kunt hier het formaat aanpassen. Je kunt wel een andere uh, microfoon kiezen. Dus stel je hebt een USB-microfoon of iets, kan je die hier selecteren. En bij de gratis versie kun je niet uh, computergeluid opnemen. Je kunt er nog voor kiezen om uh, alleen jezelf op te nemen, bijvoorbeeld als je eerst wat uh, wil uitleggen of uh, introduceren, of allebei. Dus dan heb je en het scherm en de webcam. Hoi, daar ben ik. En je kunt ook nog uh, jezelf overal heen slepen waar je wilt. Dus als je het handiger vindt dat je bovenin staat of ergens anders, dan uh, kun je dat ook allemaal doen. Nou ja, en als je eigenlijk dan in beeld hebt gezet wat je in beeld wil hebben. Dan uh, kun je hier op Record klikken. Dan gaat hij aftellen. En dan uh, ben je aan het opnemen. Dus in principe kan je nu gewoon alles doen op je scherm wat je wil. Je kunt uh, naar bepaalde pagina's gaan en ondertussen wat vertellen. En wat je ook nog kunt doen is hier op een van de tools klikken. Bijvoorbeeld een potloodje. En dan kun je ondertussen. Nog lijntjes trekken of een pijltje maken of, nou ja, als, de, als dat nodig is voor de uitleg, uh, is misschien wel handig. Je hebt ook nog een gum. Dus ja, je hebt eigenlijk best wel veel opties om um, uitleg te geven. Je kunt nog tekst toevoegen. Als je bijvoorbeeld een bepaald onderdeel belangrijk vindt, kun je dat uh, in beeld zetten. Nou vervolgens, als je klaar bent met, uh, met uh, deze tools, kun je hier rechtsboven klikken op exit. En nu kom je weer in het andere scherm. En als je klaar bent met je scherm opnemen en je uitleg, kun je hier op dit knopje klikken. En dan uh, zie je hier uh, de opname. Je zou hem nog kunnen terugkijken eerst, of je kunt hier klikken. En als je hem meteen wil opslaan, dan kan dat. Maar wat een screenpile ook kan, is dat je een paar kleine dingetjes kan editen. Dus dat laat ik ook nog eventjes zien. Nou, als je daarop klikt dan uh, krijg je dit in beeld. En uh, dan zie je dus eigenlijk de opname van wat je net hebt gedaan. Dus die kun je hier terugspelen en uh, een beetje bekijken. En als je hier klikt op tools, dan zie je eigenlijk wat verschillende dingen die je kunt doen. Dus je kunt uh, dingetjes wegknippen als het niet goed ging. Je kunt met hide dingen verstoppen die je hebt getekend. Dus als je toch niet zo blij was met uh, wat je ergens hebt uh, getekend, dan kun je dit verslepen en dan uh, verstopt hij dat in de opname. Wat wel goed om te weten is, is dat niet alles beschikbaar is voor de gratis versie. Dus uh, ik zou er vooral even doorheen klikken en een beetje kijken uh, wat er wel en niet kan. Maar met de gratis versie kan zeker genoeg om een uh, goede instructievideo op te nemen. Je kunt zelfs een stukje voice over opnemen. Als je bijvoorbeeld aan het begin wat wil vertellen, dan sleep je dat zo, druk je op start en dan kun je dat opnemen. Dus er is echt uh, best wel veel mogelijk. Dus ik raad vooral aan om um, ja, daarmee aan de slag te gaan en uh, kijken wat je met de gratis versie kunt en of je eventueel zou willen upgraden naar uh, de betaalde versie, mocht je het nou heel veel gebruiken en heel blij mee zijn. Eigenlijk spreekt het verder redelijk voor zich. Als je klaar bent met editen. Je kunt hier nog een naam toevoegen. Bovenin. Dan druk je hier Done Editing. En dan kun je hem hier rechtsonder opslaan als videofile. Dan je op Publish. En uh, ja, dat is het eigenlijk. Dus zo kun je met ScreenPel je beeldscherm opnemen. Het is dus vooral erg handig om instructiemateriaal op te nemen waarbij je tegelijkertijd dingen op het scherm wil laten zien. En uh, studenten kunnen het dus dan zo vaak terugkijken als ze zelf uh, willen. Nou, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je hiermee aan de slag kunt, en ik wens je veel plezier bij het maken van instructievideo's met ScreenPel.